Goedemiddag, mevrouw Schuurmans, onze oude burgemeester. Nu burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer sinds 2019. En we gaan nu even een paar vraagjes stellen. Nou, u bent nu een jaartje, bijna 2 jaar hier weg. Wat mist u nou het meeste hier? Wat mist u het meeste aan de gemeente? Wat jullie allemaal het meeste missen in deze tijd vanwege corona is natuurlijk carnaval. Ja. Dat was echt anders hier die tijd. Maar goed, dat was voor jullie ook, want we zaten midden in corona. Dus en dat zitten we nog steeds. Dus dit jaar zal er ook wel geen carnaval zijn. Maar die periode die, met al die leuke dingen eromheen. Want het begint al in november. En daarna heb je zoveel. Dat is hier echt anders. Ik heb het wel druk. Dus ik heb genoeg andere dingen te doen. Maar die sfeer en het ernaartoe groeien, dat mis ik. En zijn er ook gelijkenissen tussen de gemeentes waarvan je dacht, dat is in de gemeente Lingewaard ook zo. En dat zie ik ook terug in de gemeente Haarlemmermeer. Nou, dat is eigenlijk meteen opgevallen toen ik hier kwam. Er wonen vrij veel mensen die bijvoorbeeld ooit in Huissen hebben gewoond hier. En andersom ook. En dat heeft ermee te maken dat Haarlemmermeer traditioneel van vroeger uit een gebied was waar vrij veel landbouw en tuinbouw was gepleegd. Dus er was vrij veel uitwisseling tussen tuinbouwers. Mensen die vanuit Huissen hier naartoe gingen en andersom. Dus we hebben hier 31 kernen. En daar zou de kernen uit Lingewaard gewoon aan toegevoegd kunnen worden. In de zin van het zijn ook leuke kernen met veel samenwerking. Dingen die ze met elkaar organiseren. Het is iets minder hecht dan bij ons, maar dat heeft dus ook te maken met dat er bij ons in Lingewaard carnaval was en allerlei andere activiteiten. Maar eigenlijk komt het wel heel erg overheen. Het zijn de meeste dorpen zijn hier dorpen die heel erg naar elkaar omkijken, samen leuke feesten organiseren, heel dorps zijn. En dat is echt onder de rook van Amsterdam uniek. En dan hebben we de grootste dorp. Eigenlijk zou hoofddorp hoofdstad moeten heten, maar dan krijgen we ruzie met Amsterdam. Ja. Want dat heeft inmiddels 80.000 inwoners en groeit nog per jaar met een paar duizend en begint echt stads te worden. Maar de rest zijn echt, zouden zo in Lingewaard kunnen liggen. Dus in dat opzicht zijn er ook echt heel veel overeenkomsten. Wat vindt u nou het leukste in de gemeente Haarlemmermeer? Nou, een van de belangrijkste redenen waarom ik bij Haarlemmermeer wilde was natuurlijk omdat ik heel erg houd van zaken rond openbare orde en veiligheid. Nou, dan heb je met Schiphol, dat kost me echt 2 dagen per week. Nou, daarnaast is corona gekomen en dat is hier natuurlijk wel veel intensiever, ook vanwege Schiphol. Dus ik heb veel meer uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid hier en dat vind ik heel leuk. Wat ook belangrijk is, wat ik in Lingewaard heel leuk vond, is om zoveel mogelijk te zeggen, je bent een eigen kern en je hebt je eigen dingen en je eigen gewoonten en tradities. Daar moet je vooral aan vasthouden. Maar samen mogen we ook echt heel trots zijn op wat Lingewaard is. Dat geldt hier natuurlijk ook. Je hebt hier 31 kernen. Het is een enorm gebied. Hè? Als ik van de ene naar de andere kant rijd, ik ga ook hier naar 60-jarige bruidsparen. En als ik er één in het noorden heb en daarna één in het zuiden, moet ik een uur rijden. Dus het is een enorm gebied om hier doorheen te gaan. Dus dat gevoel, wij zijn samen één gemeente, is ook iets wat ik hier echt moet en ook bezig ben om dat gevoel te geven. Dat zijn ook echt de leuke dingen. Dat je dat het onder de rook van Amsterdam, we liggen tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. Maar we zijn eigenlijk allemaal gemeenschappen bij elkaar. En het is heel leuk om dat dan toch een beetje aan elkaar te verbinden. Nou ja, inderdaad, u had het zelf al over de corona. U zult er wel heel veel tijd aan kwijt zijn. Ik ben hier omdat er veel problemen zijn. Schiphol kan, dat kan van alles gebeuren. In de tijd dat ik hier zit,
heb ik al meegemaakt dat er een breuk was in de kabel van de toevoer van de kerosine. We hadden al een kaping, tenminste dat leek op een kaping. Ja. Dus je hebt hier heel veel zaken dat je echt in veiligheidsregio moet doen. Dus ik ben ook voorzitter van de veiligheidsregio. En als voorzitter heb ik gewoon aan corona dag en nacht gewerkt. Dus ik heb van maart eigenlijk tot nu toe heb ik gewoon 7 dagen per week gewerkt. En dat is dus niet alleen omdat Haarlemmermeer veel groter is en Schiphol het heeft, maar ook omdat corona gewoon heel veel tijd kost. Omdat je dat dan voor alle gemeenten moet doen. Dus dat kost veel tijd. En dan heeft u nog iets waarvan u denkt van, nou, dat zou ik nog wel graag willen doen als burgemeester. Nou, ik ben nu 10 jaar burgemeester. En wat mij opvalt is dat weinig mensen precies weten wat wij doen. Wat ik heel graag zou willen doen is een vlog maken. Of op een of andere manier misschien wel een boek schrijven. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar dat zou ik wel graag een keer willen doen. Om te vertellen wat een dag eigenlijk inhoudt. Wat aan ons gevraagd wordt. Wat het betekent. Mensen zien je wel heel vaak als er iets buiten het gemeentehuis is. Hè, als je een weinig gelegenheid aanwezig bent. Maar wat doe ik eigenlijk daarbinnen? En heel vaak als ik lezingen geef of zo, dan zeg ik altijd, mensen denken dat ik de baas ben. Maar dat is helemaal niet zo. Burgemeester gaat nergens over. Behalve over openbare orde en veiligheid. Ja. Maar dan vragen ze altijd, wat doe je dan de hele dag daar in dat kantoor? Nou, dan is het wel heel goed om dat uit te leggen. En een tweede is, kijk, dit is mijn 3e gemeente als burgemeester. En in al die gemeenten ontmoet ik hele fijne mensen die heel veel doen voor de samenleving, zich heel erg inzetten. Dat is ook het mooie van mijn beroep. Hè. Ik kom vaak hele leuke mensen tegen die dat allemaal doen. Op wat voor manier dan ook. En ook dat zou ik wel eens willen beschrijven. Ik heb inmiddels zoveel verhalen van dingen die ik heb meegemaakt en mensen die ik heb gesproken. Dus nou ja, als ik met pensioen ga, dan heb ik zoveel plannen wat ik dan wil doen. En dit is er een van, een boek schrijven daarover. Ja. Nou, dat ga ik zeker. Ik ga die vlog ga ik maken, maar niet nu, hè, want ik zit nu gewoon van 8:00 tot 11:00 achter een beeldscherm. Ja. En dat is heel saai, dus het is niet de moeite waard om over te vloggen. Maar zo gauw we weer in normale omstandigheden zijn, dan ga ik eens nadenken hoe ik de verschillende dingen die ik doe, hoe ik daar een dagje of een paar dagen opname maak en dat proberen in een vlog of zo te doen. Dus ik vind mezelf al heel hip, want ik heb om te voor te bereiden, omdat het ook steeds vaker voorkomt dat ik thuis allerlei filmpjes inspreek, ook naar onze inwoners toe, heb ik toevallig gisteren zo'n TikTok-lamp op zo'n statief binnengekregen. Dus ik voel me nou ontzettend. Ik word 60 over een paar weken, maar ik voel me echt nu weer iemand van tiener, van ik ga ook met een TikTok-lamp oefenen. Dus ik ga helemaal modern. Nou, dat is toch leuk. Ze kunnen wel zeggen in de gemeente Haarlemmermeer dat ze een hippe burgemeester hebben. Ja, hoe ouder, hoe gekker, zullen ze zeggen. Nee, helemaal super. Nou, we hebben gewoon een paar leuke vraagjes gehad. En ik wil u hartelijk danken voor uw tijd. Graag gedaan. Fijn. En wil jij iedereen daar de groeten doen? Want, ja, ik kreeg inderdaad het bericht dat ik wel de groeten terug moest doen. Want iedereen zei, ja, doe wel de groeten, hè. Ze missen u wel, hoor. Nou, ik weet dat ik jullie volg. Ik volg jullie als omroep, maar ik volg ook eigenlijk alles in Lingewaard nog. En ook over Millingen. Dus ik probeer, want ik heb er niet alleen burgemeester geweest, maar ik heb ook wel mijn hart aan verpand aan de twee oude gemeenten. Dus ik denk dat ik aardig op de hoogte ben van wat er allemaal speelt. Ik mis natuurlijk wel de sappige roddels. Maar goed, als er weer carnaval wordt gevierd, kom ik wel een keer naar een pronkzitting om weer de nieuwste nieuwsberichtjes te horen. Nou, je bent van harte welkom, hoor. Oké. Okay. Nou, ontzettend leuk je gezien te hebben. Ja, goed gedaan allemaal. Ja.